Hi allemaal, Diegen Huisman hier en leuk dat je kijkt naar mijn hockeycollege. Een techniek die massaal is aangevraagd door jullie is de backhandslag. Dus vandaag 5 tips voor jullie hoe jij de perfecte backhand kan slaan. Het leuke van de backhandslag is dat je hem eigenlijk voor alles kan gebruiken. Van mooie lange crosspases spelen tot natuurlijk ook schitterende goals maken. Mijn eerste tip gaat over de balpositie. Zorg dat de bal op de juiste afstand van je lichaam af ligt en de juiste hoek maakt ten opzichte van waar je de bal heen wilt slaan. De afstand is meestal rond 1 stiklengte en de hoek moet loodrecht staan op waar jij aan het mikken bent. Tip 2, de backswing. Je wilt zorgen dat je op de juiste manier met een goede snelheid aankomt bij de bal. Daarvoor houden we de stick aan het uiteinde als een soort pan vast. Maken we een soort gecontroleerde looping naar achteren en maken we vaart richting de bal. Ook belangrijk is dat je tijdens de backswing bij het uitstappen goed laag zit als je aankomt bij de bal. Zodat je stick perfect horizontaal ligt boven de grond en je het beste raakoppervlak krijgt met je stick. Dan komen we aan bij tip nummer 4, juiste balcontact. Je wilt de bal echt in zijn hart raken. Raak je de bal te veel bovenop, dan wordt het al heel snel een lekker bolkantje. En raak je de bal te veel onderop, dan vliegt de bal omhoog. Wat natuurlijk heel handig kan zijn voor op goal slaan, maar die techniek moet je natuurlijk wel goed oefenen. Dan komen we weer aan bij de laatste tip, de backhand op snelheid. We hebben nu vooral gekeken hoe je uit een rustige beweging een goede backhand kan slaan. Maar wat nou als je op volle snelheid bent? Een goede tip hiervoor is om dan te slaan met je linkerbeen voor in plaats van je rechter. Zo vang je veel snelheid op en hou je meer controle over je swing. Dat was het dan. Mijn college van de backhandslag. Welke techniek zou jij nou willen leren? Geef het aan hieronder in de comments en ik zal het doorgeven aan de volgende hoofdklassenspeler. Dankjewel voor het kijken, heel veel succes met oefenen en tot de volgende keer.